Hallo allemaal en een hallo en welkom bij alweer een aflevering van Vraag Vakantie. Hallo. Ja, we zijn er weer. Het is nu dinsdag. Het is best wel redelijk vroeg in de ochtend. Normaal doe ik het veel later of zo. Maar ja, ik heb nu tijd en het is lekker weer en ik vind het allemaal prima. Dus alles staat klaar. Ik heb een moringa-theetje hier. Moringa-theetje. Een bakje met nootjes. Tabaccospray. CBD-olie. HP. HP. Ja, nou alles staat. Een avocadootje, mandarijntje en een peer. Nou, prima toch? Daar gaan we. We gaan het dit keer wat sneller doen, want. Ik vind het wel heftig allemaal. Wat wel leuk is, ten opzichte van vorige keer, is dat er steeds meer mensen dus leuke vragen stellen. In plaats van allemaal tering onzin. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Ik heb net fucking een half uur zitten wachten tot mijn internet het deed. Ja, en dan moet ik weten. Maar hij doet het nu. Dus we gaan nu aan de slag. Ja, toch? Even kijken. Sydney Slijver. Vraag over verslaving. Oh jee. Wat heftig. Dag Vincent. Ik ben al ongeveer een half jaar verslaafd aan het eten van groente. Sinds het begin van de coronacrisis is het enige wat mij nog vreugde geeft het geknars en gekraak van potgrond tussen mijn tanden. Ah, maar ja, prima toch? Als ik bijvoorbeeld langs een bouwplaats loop, kan ik mezelf niet onder controle houden en moet ik wel toetasten waardoor ik in hele beschamende situaties beland. Maar ja, eten van grond en nu heb je het over potgrond en bouwplaatsen. Dus dat is niet heel erg coherent allemaal, weet je wel? Je gaat alle kanten op, weet je. Je eet allerlei soorten grond, begrijp ik hier dus uit. Nou, maakt allemaal niet uit, joh. Ik weet hoe ongezond deze gewoonte kan zijn. Hoezo ongezond? Je mag toch gewoon grond eten? Moet jij weten. Het is zo ongezond als dat je het zelf maakt. Hoe heet je ook alweer? Sydney? Maar goed. Ik weet hoe ongezond deze gewoonte kan zijn, maar het is het enige wat ik heb in deze eenzame tijd. Ben je eenzaam, jongen? Oh. Ik ben verstoten door mijn familie en vrienden, omdat zij mij niet in het openbaar, niet met mij in het openbaar gezien willen worden. Ja, dat is hun probleem, weet je. En ja, als zij niet met jou in het openbaar gezien willen worden, ja, lekker belangrijk. Doe gewoon lekker je ding, weet je wel. Bouw je eigen tribe. Dus als jij graag grond eet, doe gewoon je ding en er vormen zich vanzelf wel mensen die ook wel grond willen eten om jou heen. En dan heb je een grondeet-tribe. Dan gaan jullie lekker de hele dag grond vreten. Prima toch? Ik ben al minstens 5 keer verbannen uit Karwei. Nou ja, überhaupt, wat heb je daar te doen? Wat heb je daar te zoeken? Wie wil daar naartoe? Dus wees blij. En ik heb een toegangsverbod tot elke tuinwinkel in mijn dorp en omstreken. Ja, oké. Ja. Ik zou me daar niet heel veel van aantrekken, maar goed. Wat kan ik doen om dit te stoppen? Ik kan niet langer verder zo. Nou. Vriendelijke groet aardvorm. Dus het is bijna aardworm. Grappig. Leuk gevonden, jongen. Hey, prima. Leuk berichtje. Bedankt. En volgens mij heb ik wel antwoord gegeven, toch? Ik denk het wel. Hey, nou bedankt hè. Van Tije de Greef, de wederhelft van. Hallo, ik Tije de Greef heb een vraag voor jou. Ja. Niels Hietbrink weet na een week ijsberen nog steeds niet wat voor fan hij is. Hij weet natuurlijk niet wat hij niet weet. Kan jij mij, Tije de Greef, de wederhelft van Niels Hietbrink wellicht, vertellen wat voor soort fan hij nou eigenlijk is? Is hij een irritante fan of is hij gewoon echt een kankermafkees? Ik denk dat hij is wat jij vindt dat hij is. Nee, hij is.
Ik ben niet wat jij denkt dat ik ben. Jij bent wat jij denkt dat ik ben. Heb je het gehoord? Ik ben niet wat jij denkt dat ik ben. Jij bent wat jij denkt dat ik ben. Ze dus zijn we redelijk snel klaar met die vraag van jou, toch? Lekker man, we gaan hard. We gaan lekker. We gaan snel, althans. Nee. Ik denk dat hij is wat jij vindt dat hij is, want ik ben bang om mijn eigen mening te vormen. Ja, nou ja, prima. Lekker bang zijn. Als jij bang wil zijn, moet jij lekker bang zijn. Ook dat gaat voorbij, uiteindelijk. En ja, als jij lekker de hele dag in een of andere angstpsychose wil gaan liggen, dan moet jij weten. Ik kan er verder niks mee. Verder heb ik nog een vraagstuk voor jou en je kale kop. Hoe kan ik te weten komen wat ik nog niet weet? Hoe kan ik te... In die vraag zit eigenlijk al het antwoord. Hoe kan ik te weten komen wat ik nog niet weet? Zoeken, graven en verder kijken dan je lang is. Hallo. Hoe kan het zijn dat ik vergeten ben of had ik het ooit kunnen weten? Nee, je weet alles al, want je bent alles al. Ergens weet je alles al, maar is dit gewoon een reis waarin je jezelf herontdekt? Moet jij weten, hoop ik. Nou ja, Taille, prima toch? Van Salsa Productions. Hallo vakanties Vincent en een hele fijne hallo. Heb jij een baan? Zo ja, wat dan? Nou ja, ook een hele fijne hallo. Nee, ik heb geen baan. Ik heb mijn eigen winkel voor de 85.000ste keer. Ik heb een horecawinkel in Den Haag. Ja? En ik ben maar één dag dicht geweest in die hele corona bullshit. En daar mag ik God mee op mijn blote knieën danken. Ik draai gewoon wat ik draai. En ik heb het nooit om het geld gedaan. En daar red ik het mee. En ik kom niks tekort, dus prima toch? Dus in principe, ik heb een lunch en ontbijt rond. Dat is wat ik doe. En daarnaast ga ik natuurlijk monies maken met mijn filmpjes. Ik ben nu bezig met OnlyFans of Patreon. Dat weet ik nog niet helemaal. Die website, dat schiet niet op. Iemand had mij aangeboden om die website gratis voor mij te doen. Maar ja, als je iets gratis laat doen, dan heb je geen houvast. En ik bereik hem nu niet meer. Dus ik zit nu met een of andere Shopify-account waar ik geen ene kuttering mee kan. Want ja, ik zou het wel zelf kunnen, maar dan ben ik 60 uur bezig. En ik heb liever dat iemand die er verstand van heeft het voor mij doet. Dat die er een paar uurtjes mee bezig is. En dat ik een paar doekoes geef. Monies. Gewoon flappen, weet je wel. En dat ik van het hele gezeik af ben en dat ik dan een website heb. Maar goed, ik balanceer nu dus tussen Shopify en Patreon en OnlyFans. Het plan is van mij om deze vraagvakantie Vincent, de medicijnman en al mijn content te droppen op een kanaal waar mensen zich dan op kunnen abonneren. En dat ik daar dan ook merchandise op ga gooien. En eventueel ga ik dan later... als de tijd rijp is, ga ik ceremonies geven met de truffels. Magische truffels. Ik ga retreats organiseren, weekendjes weg onder mijn leiding en eventueel wat hulp. Ik ben ook van plan om mensen te gaan helpen op hun pad als een soort life guide. Dat wil ik ook gaan doen. Maar voor nu is de basis dus een content droppen. En dat jullie daar je dan op gaan abonneren. En dan kunnen we elkaar een beetje helpen. En dan hoef ik niet al te veel nog in die horecawinkel te doen. Want ik vind dit veel leuker om te doen. 8 minuut 55, tyfus. Zie hoe leuk ik dit vind. Maar goed. Dus dat is een beetje het verhaal. En merch, weet je. Ik heb bandjes besteld met mijn logo erop. Dit soort bandjes. En dan het Vakantie Vincent logo erop. Daar zit ik nog steeds op te wachten. Gisteren heb ik de Kamer van Koophandel gebeld voor een afspraak. 25 maart heb ik daar een afspraak mee voor mijn eigen bedrijf. Want dat bedrijf wat ik nu heb, die horecawinkel, is van mij, mijn zus en mijn zwager. En de vakantie Vincent bullshit, ja, dat ga ik natuurlijk zelf doen. Dus 25 maart ga ik naar de KVK. Als ik dan een KVK-nummer heb, dan ga ik daarmee naar de bank. En dan kan de shit gaan rollen. Vakantie Vincent. Hallo. Maar goed, ik hoop dat dit je vraag beantwoordt. Dus ik heb geen baan. Ik ben een werkgever. Hallo. Mr. Somebody.
Die heb ik eerder gezien. Nou ja, prima toch. Mag ik uw aandacht alstublieft? Bedankt voor uw aandacht. Met vriendelijke groet, uw beste vriend Björn. Nou, dat bepaal ik zelf wel of jij mijn beste vriend bent, Björn. Maar je bent wel mijn vriend hoor, iedereen is mijn vriend. Ik ben een allemansvriend. Vakantie Vincent, de allemansvriend. Van Guillaumewaard. Ja, dat is goed. Hallo Vincent, heb je een keer alle 1 film van Harry Potter gekeken? Zo ja, wat is je favoriete deel dan? Nou, dat is heel toevallig dat jij die vraag stelde. Toevallig stond er bij mij iemand in de winkel. En uiteindelijk heb ik film en televisie gestudeerd. En ik was aan het praten met die meneer. En we hadden het erover. En die begon over Harry Potter. En die zei, Harry Potter. Ik zeg, nou, heel toevallig heb ik die nog nooit gezien. Ik heb eigenlijk alle klassieke films wel gezien. Maar Harry Potter niet. En toen zei hij, nou, weet je wat? Dan gooi ik dat boek bij je af. En dat heeft hij ook gedaan. Vind ik hartstikke lief. Ik heb hem hier ergens liggen. Zal ik hem even pakken? Ik pak hem even erbij. Maak hem maar uit. Kijk, dus die heeft hij bij mij gedropt. Dit boek. Harry Potter en de Stenen Wijzen. Die ga ik ergens lezen. Maar ik ben nu ook alweer dit aan het lezen. Naast alle andere dingen die ik aan het lezen ben. Dit is de autobiografie van Hillary Clinton. En dan denk je, waarom lees jij die biografie van die kuthoer? Het is geen kuthoer, sorry. Mag ik niet zeggen. Omdat ik bij mij in de ergens vorige zomer stond bij mij, werd ik gecontacteerd door een jongen die ik ken. Die zei, joh, er is een mevrouw van het AD en die wil jou graag interviewen. Over wat voor staatsidioot je wel niet bent. Waarom je die filmpjes allemaal wel niet maakt. Ik zei, nou ja joh, ik heb niks met journalisten en zeker niet in deze tijd, want het is een en al grote propagandamachine. Maar joh, laat hem maar een keer bellen. En toen hebben we gebeld en ja, daar is eigenlijk toen niks meer van gekomen. Maar toen laatst stond ze weer bij mij in de winkel een bakkie te halen. En toen zei ze, ik ben nog wel steeds geïnteresseerd in jouw verhaal. Ik zei, ja maar lieve schat, mijn verhaal is niet in een artikeltje te vangen. Dat ga ik niet in een of ander kutartikeltje zetten in het AD, in een of andere kutkrant. Dan kunnen we beter een boek gaan schrijven, toch? En toen zei ze, nou, dat lijkt me wel een leuk idee. Dus toen zei ik, nou, laten we dat dan toch gewoon gaan doen. Dus die start is begonnen, maar om je dan, zij had bedacht, om je daarop te oriënteren, als in de beginfase, gaan we allebei een autobiografie lezen. Want zij had nog nooit een biografie, geschreven. En ik ook niet. En toen zei ze, misschien is het leuk dat je dan een biografie leest. Om te kijken hoe of wat, weet je wel. Ik zeg welke ga jij dan lezen? En zij gaat er dan een lezen van een of andere homo uit Amsterdam. Ik zei, waarom ga jij die dan lezen? En toen zei ze, ja, want die meneer staat heel ver van mij af. En omdat ik leef met het universum, was dat een boodschapje voor mij. Want wat ik altijd doe met mijn videootjes, is iedereen uit zijn comfortzone trekken. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, goh, welke biografie moet jij dan gaan lezen, Vincent? Welke persoon staat heel ver van jou af? Nou, dat is deze mevrouw, Hillary Clinton. En ik moet zeggen, het is echt een worsteling. Ik ben nu... Waar ben ik? Ik ben nu... Ik heb het boek nu al een week. Ik heb ook het boek van Gandhi besteld. Gewoon voor de leuk, omdat ik geïnteresseerd was daarin. Maar die staat wel wat dichter bij me. Maar dat was gewoon voor de leuk. Ik ben nu bij 4, geloof ik. Yale. Dus ik heb hem nu een week en ik ben 44 pagina's verder. Dus het is echt mezelf uit mijn comfortzone trekken. En nou ja, we zien wel wat dat gaat brengen. Is dat een antwoord op je vraag? Het ging over Harry Potter en we komen bij Hillary Clinton. Nou ja. Dit is toch ook een soort Harry Potter, of niet? Kijk goed naar dat wijf. Oeh, magic. Ja, prima. Dus dat. Nee, ik heb ze nog niet gekeken. Ik ga ze wel ergens kijken, denk ik. Maar als het me niet aanstaat, dan ben ik ook zo weer weg. Waarschijnlijk heb ik hem daarom niet gekeken. Net als Star Wars vind ik ook geen ene fluctuering aan. Ik heb dat 3 keer in mijn leven geprobeerd Star Wars te kijken en het lukt me gewoon niet. Moet ik weten. Nee. Dus, nou, Guillaume, alsjeblieft. Luc van den Hoek. Allereerst
Beste vakantie, Vincent. En jij hebt dan beste... Heb je mijn hoofdletter geschreven? Vakantie heb je met een kleine letter geschreven. En Vincent met een hoofdletter. En dat is gewoon prima. Maar het liefst heb ik dat je ook vakantie met een hoofdletter schrijft. Maar ja, het hoeft niet. Het mag. Alles mag. Een kwartier. Jezus. Beste vakantie, Vincent. Allereerst bedankt voor het mooie stuk blokfluit. Ik was erg geïnspireerd daardoor. Daarnaast weet ik nog steeds niet wat 1 plus 1 is. Zou je me alsjeblieft kunnen helpen? Ik ben helemaal in de stress. Ja, ik kan je helpen, maar ik ga het nog steeds niet doen. Daarnaast vroeg ik me af. Je zei in een video dat je een buurtfeest met barbecue ging geven. Ik zou graag het adres willen hebben en tijd enzovoort. En als laatste, weet jij nog goede leerzame boeken in? Ik loop schoolboeken te leren en daar heb ik geen kanker aan in dit leven. Ze leren me niet eens wat 1 plus 1 is. Hartelijk bedankt en een hele fijne hallo. Buurtfeest met barbecue. Ja, ga ik doen. Maar dat ga ik dan combineren met die meet and greet waar jullie over lopen te zeiken. En misschien kunnen we daar wel een dingetje van maken. Buurtfeest met barbecue. En dan gelijk een meet and greet. Maar dan gaan we wel even bekijken hoe we dat gaan organiseren. Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Hey, prima. Boek. Leerzame boeken. Nou, ga ik eens even kijken voor jou, grote vriend. Hier in mijn boekenkastje. Ik heb wel meerdere boeken, maar dit is gewoon prima voor nu. Ik heb hier... Ik pak er 3, dan kan je lekker aan de slag. Voor nu is dat wel goed. Nee? 4, ik pak 4 boeken. Heel snel. De Ayahuasca Test Pilots Handbook. Kan je lezen? Zo'n leuk boek. Toon Hermans, Verhalen uit mijn leven. Toon Hermans, een van mijn dat is de grootste die er ooit is geweest. Toon Hermans. Is echt een topper. Die man ging van nature gewoon. Die, weet je, Hans Teeuwen is ook een topper. Maar dat is echt een begenadigd acteur. Toon Hermans liep gewoon het podium op. En die had wel een plan. Maar die ging gewoon het theater in. Net alsof hij het café in ging. En die ziet wel wat er gebeurde. Echt een topper deze gozer. Toon Hermans. Verhalen uit mijn leven. Leuk boek trouwens. Kijk op Marktplaats of zo voor €5. Het is een heel leuk boek. Deze man, Toon Hermans, was de Boeddha zonder dat hij het wist. Lang verhaal. Dan heb ik hier de Maya-voorspellingen 2012. Kan je in verdiepen? Deze tijd, hartstikke leuk. Maya-voorspellingen van Gerald Benedict. En de Bhagavad Gita, dat is een beetje de basis van het hindoeïsme. Nou, dat zijn 4 boeken. Kan je lekker mee aan de slag. Ik ga ze even terugzetten. Want dat is mijn sacred space hier. En ondertussen wil ik wel gewoon verder, want ik heb geen tering te doen behalve dit. Jawel, ik heb een hele hoop te doen. Ik moet zo die kleine uit school halen en boodschappen doen, maar dat gaan we allemaal wel redden. Deze moet hier. En deze moet dan hier ongeveer. Zo, netjes terug jullie. Helemaal prima. We gaan lekker, jongens. Dus dat, ik hoop dat je er wat mee kan. Luc van den Hoek. Van Jason, al mijn kinders. Hallo VK Vincent, een hele fijne hallo. Ik wil alvast mijn excuses aangeven voor mijn Nederland. Je wil excuses aangeven voor Nederland? Nou, dat is hartstikke lief van je, want Nederland is echt een van de grootste motherfuckers uit de geschiedenis. Daar is dit hele systeem, het ego-hebzuchtsysteem... is de wereld overgegaan dankzij ons. Dus daar kunnen we hartstikke trots op zijn. Weet je, volkeren uitmoorden, slavernij, weet ik veel wat allemaal. Dat hebben wij allemaal geregeld, man. Het hele hebzucht. Nou, maakt niet uit, man. Lekker belangrijk. Maar bedankt voor je excuses. Ik wil u bedanken voor alle wijsheden. Geen thanks, hè? Verder had ik nog een belangrijke vraag voor u. Ik vroeg me af hoe ik de beste manier vind om tot een groep te horen, want iedereen lacht om mijn slecht Nederland. Kunt u mij hiermee helpen? Hoe behoor ik tot een groep, is dan je vraag, denk ik. Nou ja, wil je wel tot een groep behoren? Ik bedoel, je bent toch gewoon jezelf? Waarom zou je in godsnaam tot een groep willen behoren?
doe gewoon je ding en dan komt de groep, die loopt wel vanzelf achter Jan. Dat is een beetje het verhaal. Jezus. Van Jorik Schut. Van onder naar boven door het midden gestoven. Hallo VK Vinny. Allereerst hartelijk bedankt voor het beantwoorden van onze vorige mailman. Piotr en Jipski. Er is ons nog een volgende vraag te binnen geschoten. Als ik geen doel heb in mijn leven, is het dan niet beter om zelfmoord te plegen? Niet dat ik dood wil, maar ik wil ook niet meer per se leven. Hoe kunt u elke dag het geluk uit uzelf halen? Dit lukt ons niet, maar het is wel heel erg belangrijk om te willen leven. Alvast hartelijk bedankt voor het bevragen van mijn antwoord. Peace, motherfucker. Vriendelijke gegroet en een hele fijne hallo, man. Zelfmoord moet je nooit doen. Dat is de ergste karma die je over jezelf af kan roepen. Dit leven is een gift, weet je wel. Deze reis, het is de grootste trip die je maar kan hebben. Fucking fenomenaal om hier te mogen zijn op aarde. Om dit mee te mogen maken. Waarom zou je zelfmoord willen plegen? Het is toch fucking bijzonder om dit mee te mogen maken. Lijkt mij. Dus. Geen zelfmoord plegen, daar schiet je niks mee op. Want je komt uiteindelijk toch weer terug op aarde en dan moet je het allemaal overnieuw doen. Het gaat om de reis en wat je daaruit leert. Je kan elke dag leren in het leven. Als je daarvoor open staat. Alles is een les. Alles is een les. En met evolutie en zo, weet je wel. Het is maar hoe jij ervoor open staat. Dus als jij lessen mee wil nemen, dan ga je de dag erna of elke seconde kan je verder komen in het leven. En dat maakt het leven een stuk leuker dan, dan niet of zo, weet ik veel. Dus dat. Nou, Jorik, ik hoop dat ik je vraag beantwoord heb. Van Lucas 7. Hallo Vincent, ik heb een vraag voor jou. Wijze man, hoe denk je nou over personen en hun geaardheid? Een fijne hallo. Hoe denk je nou? Ja, ik denk daar niet over na. Het interesseert me echt geen tering. Dus dat. Van Emmanuel Matti. Beste Vincent, ik heb gisteren per ongeluk een douchekop in mijn anus geduwd. Oh jee! Ik vond dit heel lekker en ik kwam er snel achter dat ik opgewonden raak van douchekoppen. Nou ja, dat is toch gewoon prima. Nu is mijn vraag, heeft u zelf dit wel eens meegemaakt? Zo ja, wat voor douchekop heeft u gebruikt? Nee! Ik heb nog nooit dat meegemaakt. PS, ik heb het ook met een tuinslang geprobeerd, maar dit is niet aan te raden. Oké, bedankt. Maar ja, ieder voor zich toch? Wat jij leuk vindt, hoeft de ander niet leuk te vinden en vice versa. Dus als voor jou een douchekop werkt, dan werkt voor jou een douchekop. En voor de ander werkt misschien een tuinslang. Dus je kan wel advies geven, maar het is aan die ander om te ontdekken wat hij of zij daarmee doet. Ik ben echt blij dat ik dit op dinsdag al gedaan heb. Want het geeft mij ruimte om de rest van de week even lekker chillax modus te doen. Hè? Hoe vinden jullie mijn zonnebril? Ik zit in een zonnebril dragende fase, zoals jullie misschien wel mee hebben gekregen. En ik weet verder ook niet wat ik ermee moet. Maar goed. Van Nora. Hey. Maar nu zie ik alweer, die heeft weer... Er is dus weer iemand die twee mailtjes heeft gestuurd. Ik wil graag dat je al je vragen in één mailtje doet, want nu moet ik twee keer klikken. What the fuck, man. Van Nora. Geachte koning Vincent. Hallo, allereerst mijn excuses dat ik niet goed had opgelet. Gaat het goed tussen u en Sylvaan? En wat ook belangrijk is, hoe gaat het met Sjaak? Is hij al ontmaagd? Dat weet ik niet. Gaat het goed met jou, Sjaakie? Ja, hij ziet er prima uit. Sylvaan ligt op zolder. Ja, oktober gaat ze weer janken planken. En dan halen we er weer, geven er weer wat aandacht. Dus dat. Het zal wel goed gaan. Zolder is lekker koud, dus Sylvana is ook koud. Dus alles weer in balans.
Wat goed dat u nog steeds op 1,5 meter neukt, dat maakt mij trots. Ik liet ooit aan mijn filosofiedocent een video van u zien waarbij u allemaal kennis en wijsheden deelde, maar hij schold eruit voor kankerlul. Ja, moet hij weten. Ik heb hem daarna in brand gestoken. Wat is uw mening daarover? Ik heb geen mening daarover. Het is jouw reis, weet je. Doe ermee wat je wil. Maar mensen in brand steken, ja, ik zou daar niet aan beginnen. Het is niet karmatechnisch gezien. Karmatisch gezien is het niet handig. Actie, reactie, maar... Ja, het is niet aan mij, weet je. Maar liever niet. Met vriendelijke hallo, Nora en Reinoud. Nou, prima toch? Nou, heb ik dus weer Nora. Hallo, Vincent. Ik heb een aantal dringende vraagstukken waar ik al een tijdje wakker van lig. Kunt u deze beantwoorden? Misschien kan ik die wel beantwoorden, ja. Waarom bent u geen bloemetjesbehang, maar wel een ongelofelijke droplul? Ja, ik ben alles. Dus ik ben een droplul en ik ben ook het bloemetjesbehang. Als je kijkt wat de oude volkeren uit... Wat onze voorouderen al lang wisten, de Maya's, de Inca's, de Hopi's, de Egyptenaren. Alle oude geloven, alles is alles, alles is liefde en wij zijn alles. Daar komt de westerse wetenschap nu ook achter. Alles is energie. De bron. Om. Om. Als je gaat kijken, tot op het kleinste atoom... bestaat alles uit dezelfde energie. Dus dan kan je gaan afvragen, ja, wat is dit leven dan, weet je wel? Nou, dit leven is dus een trip, een reis van wat je werkelijk bent. Om te herinneren wat je werkelijk bent. Dat was de vraag ook weer. Waarom bent u geen bloemetjesbang, maar wel... Ik ben alles. Dus ik ben en een bloemetjesbang en een droplul. Wanneer komt er een vervolg op de broccoli video? Nou ja, ik denk niet dat die er komt. Want ik doe altijd alles maar één keer. Of ik doe gewoon wat in me opkomt. Want dat vind ik leuk. En dan ben ik er ook klaar mee. Ik ga me niet vasthouden aan iets. Vastgrijpen, daar heb ik geen zin in. Ik doe gewoon iets wanneer en waar ik daar zin in heb. Snap je dat? En wat is uw favoriete vak op school? En uw meest gehate? Ik vond biologie er wel leuk. Vond ik wel interessant, kon ik altijd wel om lachen. Vond ik interessant, biologie. En het meest gehate, wiskunde. Ik zat altijd, bij wiskunde zat ik altijd met, hoe heet ze ook alweer? Die rode. Met een hele knappe dame zat ik altijd achter, rechtsachter in de klas. Dat was het enige vak wat wij hadden op het Haagse Genootschap. Charlotte de Bruin. En daar troffen wij elkaar. Nou, en zodra wij elkaar zagen, begonnen we te babbelen. Te kwebbelen. En die wiskundeleraar, nou, die werd helemaal kniftig van ons. Want we zaten in één stuk door te kwebbelen. En dat wiskunde, ja, ik vond het goed. Het interesseerde me geen ene tering. Dus met SO's vroeg Koos, heette die. Vroeg van, joh, willen jullie een 1 of willen jullie het nog proberen? Toen zeiden wij van, nou, geef ons gewoon maar een 1. Want we hebben er helemaal geen zin in. Toen zeiden we, nou, prima, wil je dan alsjeblieft naar de gang gaan... Ga lekker spelen, ga lekker met elkaar spelen, maar niet in mijn klas. En nou, dat was een prima overeenkomst. En zo zie je maar weer, samen komen we er wel uit. Kunt u een beetje Frans? Frans? Kunt u een beetje Frans? Ik kan wel een beetje Frans. Ja hoor, oui. Ja. Ik ben door mijn Frans docent mentaal verkracht en dat was een beetje jammer. Nou, ik had een hele leuke Frans docent, die heette Heidi. Maar Frans interesseerde me ook geen tering. Heidi interesseerde me wel. Dus dat was moeilijk. Het was een moeilijke relatie. Heidi was ook best lekker. Maar voor de rest had ik niks met Frans. We zitten alweer op 1,5 uur. Het gaat maar langer en langer duren, man. Kunt u één keer echt kankerhard hallo schrijven? Dat kan ik doen, ja hoor. Met vriendelijke hallo, Nora en Reinoud. Dat zou ik kunnen doen. Jimmy Van Halen, moet jij weten. Hallo Vincent, ik heb een specifieke vraag voor u. Ik wou gisteren 3 bananen kopen.
maar was alleen avocado. Hier, maar dit stuurde ze mij. Ik wou gisteren 3 bananen kopen, maar was alleen avocado. Ik weet niet... En blijkbaar is dat kankergezond. Ja man. Ik heb hier een liggen. Avocadootje. Moet ik dat weten of moet jij dat weten? Ja, we moeten het allebei weten, man. Ik wens u een hele fijne hallo en een hele fijne hallo allemaal. Moet ik weten? Met vriendelijke groet, Order of the Hallo. Hallo. Ja, prima. La 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 la. Misschien gaan we het wel redden om het sneller te doen dan de vorige keer. 30 minuutjes. Van Pelle Fisherman. Moet hij wel? Kom op. Beste schoonmoeder Vincent, als corona weer een beetje is gaan liggen, komt er dan alsnog een Vincent's meet and greet? Nou, die heb ik net beantwoord. Als corona weer is gaan liggen, ja, ik heb niks met corona te maken, man. Corona is bullshit. Misschien is dat virus er wel, maar weet je, ze proberen ons hardcore in de maling te nemen. En daar heb ik me 10 maanden lang heb ik jullie daarop geattendeerd. Maar ik ga me daar nu niet meer druk om maken. Dat moeten jullie maar lekker zelf ondervinden. Wat doe je voor werk dan behalve om als influencer te zijn? Moet jij weten, kusje, Roan Boersma. Ik heb dit allemaal al beantwoord. Dus ja, het is aan jou of je corona laat liggen. Zolang jij meegaat in die bullshit, bullshit blijft corona bestaan. Nou, Vincent Delhaas. Beste Vincent, hallo. Je video's zijn hilarisch en ik kijk er graag naar. Moet jij weten, gozer. Maar meestal gedraag je je als een staatsmogol die toch meer IQ dan Einstein blijkt te hebben. Je bent een idioot, maar ook een genie. Moet jij weten. Wat ik wil weten is hoe je het voor elkaar krijgt. Vriendelijk hallo van Vincent. Nou ja, de grootste gekken zijn geniaal. Zeiden ze wel eens, ja, hoe ik het voor elkaar krijg. Kijk gewoon verder dan je neus lang is en neem niks voor waar aan. Maar ja, dat heb ik al vorige keer ook al gezegd. Dus ik weet niet wat er blijft hangen bij jou. Je moet wel luisteren als ik iets vertel, weet je wel. Anders komen we niet. Anders ga jij niet verder. Evolueer ik wel verder, maar jij niet. Ja, mijn tafel kraakt. Fucking irritant. Maar ik vind het gewoon lekker om hier te zitten. Moet ik weten. Nou, leuke vraag hoor. Van Hamish. Vraag vakantie Vincent. Oeh, dit is een hele lange. Deze ga ik heel snel doen. Allereerst moet ik bekennen dat uw levensbeschouwingen zoals u die in uw filmpjes in groot detail uit de doeken doet, een flinke indruk op mij hebben achtergelaten. Echter ontstaat er hierdoor ook wat verwarring in mijn bovenkamer. Kijk, en dat is precies waar deze jongen op uit is, verwarring. Want dan gebeurt er wat in je bovenkamer en dan is er evolutie. Omdat er een aantal punten zijn die voor mij erg tegenstrijdig overkomen. Mijn vraag luidt, als het pad en de richting van ieders leven al vooraf bepaald is door de schepper, die een bron van liefde is, dat is niet vooraf bepaald. Het is vooraf bepaald en het is niet vooraf bepaald. Jij bent de schepper. Snap je dat? Jij hebt de keuze. Het is jouw keuze. Elke keer weer is het jouw keuze. Wat jij gaat manifesteren. Wat jij gaat creëren. Want in principe hoef je niks te doen. Weet je? Alles gaat voorbij. Het is gewoon één grote stroom ervaringen. En het moment dat jij gaat handelen, is er karma. Goed. Dus dat. Vraag ik mij vervolgens af wat die liefde nou precies is. Ja, wat is liefde? Het moment dat jij werd gecreëerd, ga ik het nog een keer zeggen, want ik heb het al vaak genoeg gezegd. Het moment dat jouw moeder en vader bij elkaar kwamen en jou creëerden, toen was er liefde. Die kracht, dat is wat jij bent. En met die gratie, voilà, mag alles zijn. Met haar gratie mag alles zijn. Dus ook de diepste donkere stront, ook dat is liefde, om te ervaren dat jij dat niet bent. Hallo. Maar ook bent. We zijn alles. Je bent licht, je bent het donker, je bent agressief, je bent verliefd, je bent alles. Alles zit in jou. Maar verhaal man.
Het leven is doorgaans niet altijd leuk en veel vervelende en onmenselijke dingen gebeuren elke dag, zowel in onze levens als in dat van miljarden stervelingen. Ik noem de uitbraak van ziektes, toenemende mentale problemen onder jongeren, volkerenmoord in China, dikke lelijke wijven enzovoorts. Klinkt niet erg liefhebbend en liefdevol als je het mij vraagt, vind je niet? Nou, ik heb net het antwoord al gegeven. Alles is liefde, man. Ik hoop dat het allemaal goed begrepen hebt, mevrouw. Dus, alles gebeurt met de gratie van liefde. We mogen alles ervaren in dit leven. Dankzij de liefde. PS, ben je een gabber? Ik ben een gabber, ik ben een vriend, ik ben een vader, ik ben een minnaar, ik ben een kind. Alles, ik ben alles. Want eens een gabber, altijd een gabber. Gabber, weet je, ik ben hardcore. Maar niet meer zoals vroeger. Ik vind psychedelic trends nu, vind ik relaxed. Vooral progressive psy. En psy chill, die post ik wel eens op Instagram en zo. Die dingetjes om naar te luisteren. En meditatieve muziek vind ik nu heel erg relaxed. Weet je, als je jong bent wil je heel graag hard gaan en gaan en gaan en gaan. En naarmate je ouder wordt, wat relaxter. Maar voor alles is een tijd en plaats. Maar hardcore, ja, dat is nog steeds wel een van mijn grote liefdes, man. Want de hardcore is puur. Weet je? Althans, in de jaren 99, 2000, toen de hardcore zogenaamd doodging. Ja, toen bleven echt alleen de liefhebbers over. En toen zat er ziel in de muziek. Weet je, toen maakten de mensen echt muziek om muziek te maken. Weet je, alles wordt verkracht door geld. Zodra er geld bij komt kijken, gaat de ziel eruit. Dat is mijn humble opinion. Dat verneukt alles. Commercie verneukt alles. Zolang het maar uit je ziel komt, vanuit je hart, dan is het goed. En in de hardcore is dat meestal wel zo. Hoewel de laatste tijd, wat ik daarvan hoor, vind ik niet heel erg boeiend. Dus de ziel moet weer terug in het leven. Maar dat gaan wij regelen. Dat zijn wij nu aan het regelen. Soul searching. Van Scott Helmich. Wat vind jij ervan dat mensen zich laten invriezen om in de toekomst weer te worden ontdooid en daarna verder te leven? Zou jij dat zelf ook wel willen proberen? Nou, geen behoefte aan. Weet je, ik ben hier nu en als ik terug ga naar de bron, dan is het gewoon prima. Als het goed is, leer je in dit leven gewoon wat je moet leren en dan ga je terug naar de bron en dan ga je weer iets anders doen. Zo. En invriezen, ja joh, dat moeten zij allemaal lekker weten. Ja. Lekker belangrijk. Iedereen moet het allemaal lekker zelf weten. Het is jouw reis. Het is jouw reis. CBD-olie. Hop. CBD-olie. Goed voor lijf en leden. In jouw lichaam zit een heel systeem om die olie te ontvangen. Heel bijzonder. Verdiep je er eens in. Mike, een hele mooie hallo Vincent. Mijn lieve hond Sammy rijdt graag op de kat van de buurvrouw. Maar wat nu? Buurvrouw is boos en ik wil dat mijn lieve Sammy... En wil dat ik mijn lieve Sammy opsluit. Heb jij nog advies, meneer Vincent? Nou, ik zou eens gaan praten met de buurvrouw. Misschien kunnen jullie met de hond en de kat wat leuks gaan doen samen. Jij, de hond, de kat en de buurvrouw. Ja. Maar communicatie, man. Kom in eind mee. En met communicatie, je kan wel luisteren naar wat iemand zegt, maar probeer ook echt te begrijpen wat iemand zegt. Want meestal wat ik heb ervaren, is dat mensen alleen maar luisteren om te reageren. Om hun eigen verhaal te doen. Maar probeer die ander echt te begrijpen. Dan ontstaat er wat moois. Ja. Dus dat. Veel plezier met je buurvrouw, man. En de hond en de kat. Van Broodje Kinker.
Hoi Vincent, dit is Emily. Emily is mijn vriendin. Emily is eigenlijk hetzelfde als een condoom. Besteed meer tijd in mijn portemonnee dan op mijn lul. Hahaha, wat een leuk grapje. Echt een heel oud grapje. Echt. Een soort van André van Duin niveau grapje. SBS6 grapje is dat. Hoe fix ik chicks? Kijk, je fixt geen chicks. Jij moet chicks jou laten fixen. Jij moet gewoon je ding doen. Je hart volgen. En dan komen de wijven vanzelf op je afgerend. Dat is een belofte. Gloedjes. De gloedjes van Florian. Nee, de groetjes van Florian. Ja, nou, sjeze er doorheen, man. En dan ga ik zo lekker boodschapjes doen. Van Sven Rozenbrand, beste Vincent. Naar aanleiding van een eerdere vraag, vakantie Vincent video. Vraag vakantie Vincent video. Dat zijn vier V'tjes. Vraag vakantie Vincent video. Waarin je vertelde dat je een eigen winkel hebt, vroeg ik me af wat voor winkel heb je en waarom ben je een eigen winkel begonnen? Nou ja, ik heb altijd gestudeerd en naast... ik kom uit een horecafamilie van origine, maar dat vertel ik allemaal in mijn boek. Mijn moeder zei, joh, ga maar lekker studeren. Dan komt het allemaal wel goed. En naast mijn studies ben ik altijd in de horeca blijven werken. En uiteindelijk kreeg ik de kans om dit samen met mijn zus te gaan doen, die winkel. En dat leek me wel leuk. En dat is een hele leerzame periode geweest en nog steeds. Dus, nou ja. Dus dat. Jeze er doorheen. Ik vind het prima vandaag. Hartstikke leuk. Geachte heer, hallo. Topper Vincent, wat ben je toch een bedankt. Hallo, nou dit vind ik leuk gevonden. Zou je eens kunnen beschrijven hoe je een DMT-trip ervaart? Nee, dat kan ik niet, want DMT zelf, het roken daarvan, daar heb ik niet zoveel mee. Dat heb ik een paar keer geprobeerd, maar het heeft me wel ontwaakt. Het heeft me wel doen aanzetten tot verder te gaan in de medicijnwereld, dus daar ben ik heel dankbaar voor. En DMT roken, ja, ik ben er nooit mee aan de slag gegaan, dat is niet mijn ding, man. 5-MeO-DMT... Dat is een ander verhaal. Hoe ik DMT-trips ervaar. Maar ja, DMT zit ook in paddenstoelen. En DMT zit in ayahuasca. DMT zit ook in jou. En mij. In planten en de dieren. Overal is DMT aanwezig. Dus ja, dan kan je ook weer afvragen. Wat is dan bewustzijn, weet je wel? Wat is dit leven? Wat is deze realiteit, deze dimensie? Ik ervaar het als prettig. Ayahuasca. Ik ga medicijnman. Kijk lekker naar de medicijnman op YouTube. Wat betekent deze voor jou? Nou ja, DMT is een medicijn. Ayahuasca is een medicijn. En ayahuasca neemt alles weg wat niet bij jou hoort. Ze laat je zien wat je werkelijk bent, liefde. En ze helpt jou de weg van je hart te volgen. Ze noemen het ook wel moeder ayahuasca. Nu ga ik toch weer het medicijnman verhaal in. Maar goed, ik wil toch een klein beetje van. Ben je door psychedelica tot nieuwe inzichten gekomen en zo ja welke? Ja, heel veel nieuwe inzichten. Het heeft me doen ontdekken wat wij werkelijk zijn. Hallo. Dus, maar gebruik het in ceremonie, met respect. Set en setting, heel belangrijk. Doe je onderzoek. Op internet, Erowit, kan je heel veel vinden. Terence McKenna, set en setting, Dennis McKenna, entheogenen. Doe je onderzoek naar psychedelica. Alan Watts, hoe heet die andere gozer ook alweer? Uit de jaren 50. Ik weet het allemaal niet meer, maar het komt allemaal goed. Doe je gewoon je research, weet je wel. En als je het pad van de medicijnen opgaat, ga er met respect mee om. Dan kom je heel ver in dit leven. Kusje aardwelvaart. Oh, vriendelijk hallo en ik wens je vele fijne groenten. En groente eten is heel gezond. Dat weet ik. Ik ben er nog steeds niet aan toegekomen, maar ik zit al die kutvragen van jullie te beantwoorden. Maar goed, ik had al een paar nootjes gegeten, dus dat is in principe gewoon goed.
Tobacco spray. Lekker man. Nu is mijn bril helemaal nat. Mijn bril is nat. Oh jee. Maar ook dat gaat voorbij. 45 minuten. Tering, we hebben het niet gered. Van Jaron Smit. Het is maar goed dat ik het nu doe. Nu heb ik de tijd. Beste Vincent, allereerst top content zo. Interactie met ons, fucking real talk. Goed, hier mijn vraag. Zou psychedelica een onderdeel kunnen zijn in het verhelpen van psychische problemen? Denk aan trauma's. Ja, zeker. Mits je er met respect en met de juiste intenties mee omgaat. En voorzichtig en veilig bent. Maar ja, goed, kijk mijn serie De Medicijnman. Ik ga er binnenkort mee verder, maar goed, ik ben druk. En ik ben nu dus ook druk met deze shit. Misschien dat ik op die OnlyFans of Patreon of mijn eigen website dan een medicijnman ga doen. Een vraagvakantie Vincent. En een Vincent of zo. Dus 3 dingen per week. Is dat een idee? Oh, kijk. Dit zijn ook 3 veetjes. Vraagvakantie Vincent. Hallo. Dus zou psychedelica helpen met trauma's? Zeker weten. Komt er nog merch van u? Of van de MMC? Nou ja, ik ben dus met de bandjes bezig, met mijn logo erop, die op Insta staat. Die bandjes die zijn al 2 maanden in de maak. Ik weet niet waar ze blijven. Maar goed, die komt erom. En daarna ga ik misschien ook t-shirts maken met het logo erop. En dat logo staat voor wat jij werkelijk bent. Liefde. Een vrije ziel in een vrij universum. Jij bent het universum. Je bent de zon, de maan, de sterren, de aarde. De hele fucking ramman, teringzooi. Dat is wat wij zijn. En daar staat dat logo voor. Dat logo heb ik nou niet bij de hand. Nee, ja. Je kent het wel, die 2 veetjes. 3 veetjes eigenlijk. Oeh. Hebben we daarover nagedacht? Ja, daar hebben we over nagedacht. En ook niet, want het manifesteert zich allemaal zo. Bedankt en hallo. Jij ook, hallo grote vriend. Tering tyfus. Beste Vincent, allereerst wil ik even zeggen dat ik Sjaakje enorm adoreer. Tjonge jongen, hoe motiverend hij naar je kijkt terwijl hij je rijst kookt, zegt wel iets over de band tussen jullie twee. Mijn vraag is daarom ook, hoe kan ik met mijn omgeving zulk nou contact hebben in de coronatijd, zonder in de gevangenis te belanden? Met vriendelijke groet, Timo. Ik weet niet wat je vraag is. Nou, contact. Ik hoop niet dat je serieus neemt wat de Eftelingbroeders jou proberen wijs te maken. Maar maak je eigen realiteit en handel uit liefde, man. Ik denk dat dat gewoon prima is. Maar ja, ook al beland je in de gevangenis, dat is ook maar gewoon een ervaring. Weet je, wat maakt het uit? Weet je, het is ook wel een avontuur, want elke dag op de bank zitten met je kut lopen spelen, ja. Ik weet niet wat er spannender is. Ik weet het allemaal niet. Ik weet niet wat ik met deze vraag moet. Mijn vraag is, hoe kan ik met mijn omgeving zulk nou contact hebben? Ja, nou ja, gewoon contact hebben. Van Xavier Dijk. Hey, Plakbansi Plinsens. Komt er binnenkort weer een compilanus video's en video's met fruit of groentes, zoals de broccoli video. Dit zijn video's die mij erg interesseren, maar moet jij weten. Met vriendelijke groet, Xavier. Nou ja, het komt wanneer het komt, weet je. Ik doe nou die vraagvakantie Vincent en die medicijnman wil ik wel regelmatig gaan doen. Die vraagvakantie Vincent vind ik leuk. Ik doe wat ik leuk vind. Als ik het leuk vind, doe ik het. En het is zo'n broccoli video, dat gaat nooit meer gebeuren, man. Ik doe gewoon wat ik doe en wanneer ik het doe en wanneer ik er zin in heb. En anders doe ik het niet. Anders moet je het ook niet doen. Als je er geen zin in hebt, moet je het niet doen. En de compilanus video's, ja, het komt vast wel weer een compilatie een keer aan. Maar wanneer ik er zin in heb. Dus ik hoop dat je daar wat mee kan. Ik rol met het universum, man. Juliana Lichtenberg, beste Vincent. Allereerst een hele fijne hallo. Ja, ook een hele fijne hallo, Juliana.
Lichtenberg. Hallo. Dan mijn vraag. Hoezo is er geen verschil tussen leven en dood? Doe de groeten aan Sjaak in Hobbelpaard. Wil jij alsjeblieft de groeten doen aan Sjaak in Hobbelpaard? Beetje respect graag, Juliana. Lieve Vincent, zou je alsjeblieft de groeten willen doen aan Sjaak in Hobbelpaard? Misschien dat ik dat dan doe. Ja? De groeten. Ja, misschien interpreteer ik het verkeerd. Weet je, dat is ook zo met die mailtjes en WhatsApp. Weet je, ik projecteer mijn eigen waarheid op wat jullie mij sturen. Maar misschien bedoelen jullie heel iets anders mee. Daarom is dit ook eigenlijk geen communicatie. Echte communicatie is voelen. Praten is ook al eigenlijk geen communicatie. Of je moet echt heel ver zijn in jouw leven om iemand heel goed te kunnen begrijpen en te zien en te voelen. Maar voelen is de basisvorm van communicatie. Voelen met je hart. Voelen. Dat is communicatie. Maar WhatsApp, e-mail, het is een hele primitieve vorm van communicatie, laten we het zo zeggen. Hoezo is er geen verschil tussen leven en dood? Omdat er geen verschil is. Weet je, het is een kringloop. Weet je, net als de blaadjes, net als de seizoenen. Oh, die tafel. Die van een boom vallen, die dwarrelen naar beneden. Die komen op de grond. En die verpulveren en die verwoorden weer tot nieuw leven. Dus het is een kringloop van het leven. En zo is het ook met ons. En uiteindelijk komt alles uit dezelfde bron. De liefde. En zullen we de goederen gaan doen aan Hobbelpaard? Zullen we dat gaan doen? Ik had hem per ongeluk uitgedrukt, maar dat komt goed. Ik plak ze aan elkaar. We rennen naar boven, jongens. Kom, we rennen naar boven. We gaan de groeten doen aan het Hobbelpaard. Kom, kom, snel, 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 snel. Hobbelpaard, oh hobbelpaard. Ik zit op mijn hobbelpaard. Hobbelpaard, oh hobbelpaard. Ik zit op mijn hobbelpaard. Hobbelpaard, oh hobbelpaard. Waar ben je, jongen? Hier, jongen. Je krijgt de groeten. Ik weet niet meer van wie. Maar je krijgt de groeten. En dat vindt hij hartstikke leuk. Hobbelpaard, oh hobbelpaard. Ik zit op mijn hobbelpaard. Hop, moet ik weten. En weer snel naar beneden, want dat duurt me allemaal veel te lang. Ik moet boodschappen doen. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Snel, 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 snel. Snel, 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 Jeetje. Even kijken. Siep. Beste Vincent, heb je wel eens Sluipschutters gekeken en wat vond je ervan? Nee. Moet jij trouwens weten of je er een mening over wil geven, maar toch. Met allervriendelijkste hallo van de video Siep. Sorry man, heb ik niet gekeken. Ik kijk niet zoveel. De laatste. Goddank. Kan ik boodschappen gaan doen? Ik heb niks gegeten. Het is allemaal jullie fucking jullie schuld, man. Valencio. Schaft. Lijkt het gewoon alsof je kanker veel drugs gebruikt of gebruik je daadwerkelijk veel drugs? Nou ja, ik weet het niet, Valencio. Maar ten eerste ligt het eraan wat jij drugs vindt. Want ik weet niet of je je wel eens hebt verdiept in drugs. Ik denk dat jij bedoelt met drugs, cocaïne, speed en dat soort onzin allemaal. Heb ik allemaal ooit wel eens gedaan hoor, maar daar heb ik ook heel veel van geleerd. Dat is niet, dat resoneert niet meer met mij. Toen wel, nu niet. En nu gebruik ik alleen nog medicijnen in ceremoniële setting. En dan komen we weer bij alles is alles en alles is niks. Alles zit al in jou. Dus als je er goed mee werkt, hoef je op een gegeven moment geen medicijnen meer te gebruiken. In de jungle, waar ayahuasca en zo vandaan komt, weet je, voor ons is het helemaal wauw, fenomenaal en weet ik het allemaal. Maar alles is er al. En voor hun is het heel normaal, die werelden waar je dan belandt.
alles, jij bent alles al. Dus als jij goed met de medicijnen weet om te gaan, dan hoef je geen eens meer medicijnen te gebruiken om in die staat te verkeren. Neem die mee in je geheel. En voor mij zijn drugs, suiker, alcohol, de tabak die wij verkrachten, de beetje cocaïne, dat is van oudsher is dat een medicijn. Maar wij verkrachten het, verneuken het. Een sjamaan zei ooit tegen mij, als jij het proces begrijpt, hoe de cocaïne wordt gemaakt en wat daarin omgaat, de mensen die het maken, die worden zwaar als slaaf behandeld, die pissen en die schijten op die bladeren. Sowieso, hoe jij een plant behandelt, dat is hoe de plant groeit. Dus als jij de plant laat groeien voor winst, die energie gaat in die plant zitten. Hetzelfde als met dat je moeder een lasagne voor je kookt of dat de Aldi een lasagne voor je maakt, weet je? Dus die pissen en die schijten in die bladeren, die spugen op die bladeren, die hebben echt een hekel aan de mensen die die cocaïne gebruiken. Er gaat heel veel moord en doodslag en weet ik veel wat. Dat gaat allemaal in die handel zitten. In die handel. Dat gaat allemaal in die druk zitten. En die energie, die neem jij tot je op het moment dat jij cocaïne snuift. Besef dat goed. En toen die sjamaan mij dat vertelde, toen snapte ik waarom ik me voelde als dat ik me voelde als ik dat, wel eens deed. En ik voelde me echt niet relaxed als ik dat deed. Dus, en daarbij, in Nederland is cocaïne geen cocaïne meer, man. Het komt hier al versneden binnen, weet je. Je hebt pure cocaïne en dan het wordt daar al versneden met andere teringzooi. En in Nederland wordt het ook nog eens versneden met teringzooi. Ik denk, als je hier cocaïne koopt, dat je misschien, als jij een gram cocaïne koopt, dat jij misschien 20%, misschien 10 tot 15% cocaïne binnenkrijgt. En 85% kanker, zei. En daarbij, wie wil dat nou in zijn lichaam hebben? Niemand, toch? En alcohol. Alcohol is echt de grootste moederneuker die er is. Alcohol moet je echt niet doen. Maar goed. Dus ik denk dat het gewoon lijkt alsof ik veel kanker, veel drugs gebruik of zo. Ik denk dat jullie het allemaal heel erg verkeerd begrijpen. Ik denk dat we godverdomme gewoon op een uur zitten, man. Dit waren ze. Dit waren de vragen. Nee, fucking loeia. Ik ben er klaar mee. Ik ga nu even lekker een peertje, een mandarijntje en avocado eten. En dan ga ik boodschappies doen. En jongens, als jullie wat te vragen hebben, gezellig, hartstikke leuk. Wat heb ik nog te doen? Oh ja, deze. Dit is Woes. De hond van Wauw. En gisteren kwam er bij mij een vrouw in de winkel. Die had een videootje van mij gezien met Sjaakje. En die vroeg of Woes hier kon komen logeren. Tot en met zaterdag. Dus dat ben ik nu aan het. Die zie je nu aan het logeren. Het is een hazenwindhond. Ik weet er verder ook niet wat ik hiermee moet. Maar hier is die dan. Woes, de hond van Wauw. Nou jongens, een hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal. Hallo.